Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe update. Het is al even geleden, dat hebben jullie ook gezien. Maar er was niet zoveel nieuws onder de zon, dus ik dacht, ik wacht weer eventjes. Niet dat er nu heel veel nieuws onder de zon is, maar toch. Elis is inmiddels 9 maanden, dus de tijd vliegt. Hoe gaat het nu met haar? Laat ik heel even kort over mij. Ik ben nog steeds bezig in het traject voor die hersteloperatie van de rectiediastase. Het is een heel gedoe met de verzekering. Ik word er heel gefrustreerd, een beetje verdrietig en een beetje boos van. Maar we gaan gewoon door. En in de tussentijd heb ik gewoon elke dag pijn. Dat blijft, zeker op de dagen dat ik de kids heb. Ondanks dat ik dus geholpen word. En dat helpt echt hoor. Ik bedoel dat mijn moeder en Sven het meeste tilwerk doen. Dat scheelt de wereld. Maar ja, je blijft gewoon van de grond naar omhoog. Dat zeg maar die hele tijd die bukbewegingen en zeg maar van de grond zitten en omhoog. Het is niet te vermijden met kinderen. Dus ja, het blijft pittig. Verder zeg maar gaat prima. Maar ja, dat is wel gewoon heel frustrerend. Ik heb, zoals je in mijn vlogs hebt kunnen zien, laatst ook weer enorm de, zoals ik het noemde, blaftyfus gehad. Weer enorm moeten hoesten. Wat resulteert in nog meer pijn zeg maar de hele kracht verdwijnt er dan nog meer uit. Dus toen ben ik weer ingetaped door de fysio. Ik was allergisch voor tape. Dus ik had echt een buik. Je wilt het niet zien. Het was echt alsof ik was aangevallen door een kudde wilde tijgers. Tijgers even niet. Dus een groep wilde tijgers. Nou goed. Het voelde echt alsof ik 26 muggenpulten op mijn buik had. Die de hele dag geactiveerd werden. Dat je er iets langs haalde. Nou, het was niet leuk. Maar goed, je moet er allemaal wat voor over hebben. Het is gewoon heel erg balen. Ook omdat ik merk dat het erger wordt. Dus de pijn straalt nu ook uit naar mijn liezen. Mijn onderrug. Dus het is niet meer alleen die wil. Dus ja, het is gewoon frustratie. Maar goed, we gaan vrolijk voort. Dan hoe het met de Eli gaat. De Eli gaat ontzettend goed. Ze is nog steeds een mega vrolijk meisje. Ze is wel weer een kleine week ziek geweest. Wat resulteert in dat ze gewoon echt wel weer heel dun is. Ja, ze is van zichzelf al dun. De laatste keer bij het consultatiebureau was ze, volgens mij heb ik dat vorige keer ook verteld, maar eventjes voor de opfris. Maar ik weet ook niet meer zeker of ik het daarna nog heb gefilmd. Maar toen was ze 72 centimeter en volgens mij 7,5 kilo. Zeg ik dat goed? Ik zal het nog even nachecken, anders zet ik de specs wel even hieronder. Het kan ook 8,5 kilo zijn geweest. Maar in ieder geval zit ze qua lengte op de plus 1. Qua gewicht of qua hoofdomtrek op de nullijn. En qua gewicht op de min 1 lijn. Dus ze is gewoon lang en dun. Dat is denk ik ook haar bouw. Dat is denk ik ook oké. Maar na zo'n week heel slecht eten, niks binnenhouden. Ja, is dat gewoon wel echt heel dun. Zeker als je dan in je omgeving een aantal mensen hebt die echt... Ik heb iemand die... Hoe jong is hun kindje? Volgens mij nu een half jaartje. Bijna een half jaar. Die weegt dus ruim 11 kilo. Dan, als je Elen daarnaast zit, dat is gewoon absurd. Ik ken nog andere mensen met kinderen die echt rond Elens leeftijd zijn. Die zijn ook echt allemaal zwaarder. En niet ook een klein beetje. En dan zie je gewoon dat ze echt dun is. Maar goed, ze is prachtig just the way she is. Het is alleen dat je gewoon sneller, na dit soort periodes, sneller zorgen maakt om haar gewicht. Daar doen we niks aan. We proberen er zoveel mogelijk reet in te stoppen. Maar ja, het is denk ik ook gewoon een beetje haar bouw. Ze is er niet minder vrolijk onder. Ja, natuurlijk als ze ziek is, is ze iets minder vrolijk. Maar ze is over het algemeen nog steeds heel vrolijk. En als dat niet is, dan krijgt ze. En ze laat gewoon heel duidelijk merken. Want ze is wel echt een berensterk meisje dat niet snel klaagt. Dus dat is op zich heel erg fijn. Maar goed, dan moet je dus ook wel goed er kunnen lezen om zeker te weten dat het zo oké is. Maar ja, dat eten ging dus even minder. Maar ik zag bijvoorbeeld nu ook weer bij het kinderdagverblijf dat ze echt wel weer flink aan het drinken was. Ik ga er zo ophalen. Ze had nu, meestal drinkt ze op het kinderdagverblijf minder dan thuis. Maar nu had ze echt wel flink gedronken. Dus ik hoop dat ze ook goed gegeten heeft. Want ja, dat hoort er ook bij. Wat ze het allerleukst vindt, ze eet sowieso, ze weigert eigenlijk weinig. Brood is een beetje, is er gematigd enthousiast over. Maar gewoon alle hapjes die we geven gaan er allemaal in. Groente en fruit en gewoon de avondmaaltijden.
Ze eet nog niet echt met ons mee, omdat ik dat toch wel ingewikkeld vind. Want ik mag bepaalde dingen niet, Sven mag bepaalde dingen niet. En dan hebben we het ook natuurlijk nog, we hebben natuurlijk ook gewoon Niels die bepaalde wensen heeft. Dat allemaal tezamen maakt dat het niet altijd een maaltijd is die geschikt is voor Elin. Maar wat we wel vaak doen, hè, we hebben natuurlijk meestal er gewoon groente bij. We eten lang niet altijd aardappels, groente, vlees. Maar zeker als we aardappels, groente, vlees eten, dan krijgt ze altijd de groente. Dus bijvoorbeeld asperzieboontjes of ertjes. Of we geven er gewoon wat losse pasta. Vindt ze ook heel interessant. Ertjes is ook, ze gaat dan heel die ertjes allemaal zo met haar vingers pakken en dan in de mond doen. Super cute. Dus ja, eigenlijk dat soort dingen. Ze vindt het vooral ook heel interessant om aan dingen te knagen. Dus bijvoorbeeld, ze eet als eerste de broodkorstel. Die knaagt ze helemaal lang, 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 lang. Ja, ze heeft geen tandjes, maar ze gedraagt zich achtbaar. Dat is al heel lang, doet ze dit. Wat ze heel lekker vindt is maisvingers. Dat zijn van die, ja, zo lang ongeveer. En dan, ja, het ziet er een beetje uit als zo'n, hoe heet zo'n ding? Zo'n kaasjipje, zo'n luchtig ding. Maar dan is het gewoon 99% mais en gewoon 1% of 0,1% zonnebloemolie. Nou, dat vindt ze geweldig. Dan zit ze op de knagen of een volkoren soepstengel. Als maar knagen is. Wat ik ook vaak doe is bijvoorbeeld als ik voor Niels appel maak, maak ik voor haar gewoon een paar reepjes appel. Want zij vindt gewoon heel fijn om te knagen. Volgens mij zei ik in de vorige video dat ze een beetje een voorkeur had voor in een zonder structuur. Dus of echt knagen of echt glad. Nou, dat gaat tegenwoordig beter. Een van haar favoriete, ik weet niet of het van Olvariet is of van de Albert Heijn Biologische Club of ik weet niet. Maar in ieder geval, er is zo'n potje met, volgens mij is het spinazie, quinoa en vis. Nou, dat vindt ze beren lekker. Nou, en zo heeft ze eigenlijk al die potjes eten prima. Maar die vindt ze echt geweldig. En dat is ook gewoon, quinoa is natuurlijk gewoon wel een structuurtje. Maar dat, ja, dat eet ze gewoon goed. En dan qua haar ontwikkeling bij het constatiemodel, dit was dus voor de 8 maanden afspraak. Dus er komt er nog één weer binnenkort met 11 maanden of zo. Maar daar deed ze dus ook alles prima met de blokjes en overgeven tussen haar handje en dat soort dingen. Sinds, nou wat is het, een paar weken zit ze ook. Echt ook heel mooi rechtop zo. Vroeger lag ze nog wel een soort van zo naar voren tussen de benen zo. De benen wijd en dan lag ze, hing ze mee zo. Maar nu zit ze altijd zo. Een soort stokstaartje, kaarsrecht. En zo kan ze echt heel lang zitten. Vindt ze heerlijk. Dus we zijn ook met haar op de fiets geweest. Heel leuk. Ik doe nu nog hele korte stukjes. Dus eigenlijk vooral naar het kinderdagverblijf. Omdat dat gewoon praktisch is voor mij. Ik vind het al... spannend is niet het goede woord. Maar ik vind het wel een verantwoordelijkheid om met je twee meest kostbare bezittingen op een fiets te zitten. Maar goed, ja, dat hoort er een beetje bij. Maar ik vind dat... Ja, ik vind dat nog wel... lastig en ook, ik heb niet echt een mamafiets, dus zeg maar met afstappen is het altijd een beetje een dingetje. Dus ja, nou, ik hoop dat maar dat het goed gaat. Ik vind het gewoon vreselijk. Het is gewoon een normale fiets en het is wel gewoon met een breed stuur en dat soort dingen. Maar het is niet dat ik heel veel ruimte heb tussen haar en mijn zadel, zeg maar. Dus het is een beetje, ja, ik kan niet zeg maar zo afstappen. Dus je moet altijd naar de zijkant. Ik kan niet uitleggen, maar ja, ik vind het toch, ja, met die twee samen op de fiets. Kijk, met Niels, dat doe ik blind. En met haar alleen doe ik ook blind. Maar zeg maar, met z'n tweeën heb je gewoon echt een hele zware fiets. En dan Precious Gargo. Ik vind het een dingetje. Maar goed, we doen het wel. Ze vindt het leuk. Ze zit echt te gieren van plezier. Zo leuk vindt ze het. Wat ze ook heel leuk vindt, is staan. Als je er gewoon haar handjes vastpakt, gaat ze automatisch staan. Want ze vindt staan heel leuk. Ze kan er verder helemaal niks mee. Ze staat als een soort Bambi. Maar ze vindt staan heel leuk. En staat ze zo. En als je haar handen zeg maar aan het, als je zeg maar voor het loopkaartje zet, ze gaat niet lopen. Want ze gaat, nou ja, als je mijn vlog ziet, ik ga ook helemaal stuk iedere keer. Want ze staat, dan gaat ze zo. En zeg maar, haar lijf gaat naar voren, maar haar benen blijven staan. Dus het gaat zo. En dan trek ik er weer op. En dat vindt ze echt dolkomisch. Maar ze vindt staan, ja, ze vindt staan heel leuk. Maar ze, ja, ze kan dat verder niet echt. Maar ze vindt het wel heel leuk. Dus ja, ze heeft ook echt humor. Ik moet echt heel erg om haar lachen. En dan zit ze zelf ook. Mijn moeder, het zei, het is net een aapje wat je trucjes leert. Maar mijn moeder die zei, ja, moet je kijken wat ze nou kan. En dan gaat hij, ja, zeg maar, voor zitten. En dan zeg je, goedemorgen. En dan geeft ze je zo'n handje. Nou, dat is echt goud. Nou, en ze doet dag, dag. Ze zwaaien. Ze is sowieso heel veel aan het kletsen. Oké. Ik stikte even. Let niet op mijn nieuwe look. Ik weet niet ook waarin of waarom. Maar ik stikte eventjes goed.
Dus ze is heel erg da-da-da-la. Het is wel vooral met de A-klank, heb ik het idee. Maar daar zal ik eens wat beter op gaan letten. Want ik zat een video te kijken van Niels rond deze tijd. En die zei al mama en papa. Nou denk ik dat dat vooral mijn enthousiaste moederhart was. Wat dat zo... Ik zeg in die video ook wel van... Het is waarschijnlijk niet heel gericht naar mij toe. Maar het is wel mama. Mama en papa. Nou, zeiden ze ook mama, mama. Maar dat is niet, het is niet mama. Maar goed. Hè? Ik word er toch enthousiast van. Maar ja, dus ze kletst veel. Maar het is totaal onbegrijpelijk. Ik had het ook over dat Niels ging wijzen. En dat heb ik haar ook nog niet echt zien doen. Dus ze ontwikkelen zich heel anders. En wat ik toen met Niels had. Dat ik ze ook al zei van ja, hij gaat gewoon best wel snel. Dat was ook echt zo. Niels was echt heel vroeg. Want ook als ik het vergeleek met mensen in mijn omgeving. Hij was echt vroeg. Met 8 maanden ging hij staan. Terwijl hij dus 3 maanden in spreidboek had gezeten. Dus hij is echt wel echt wel sneller dan Elin. Maar ik zou haar niet onderschatten. Want het is een hele pientere dame, deze. Dus daar krijgen we echt nog een flinke kluif aan. Wat ze wel doet, is tijgen. En dat doet ze op haar geheel eigen wijze. Als een soort zeehond. Dus ze ligt. En het enige wat ze doet, is met haar gewoon zo... Slide naar voren. Slide naar voren. En dan komt ze gewoon rustig de kamer rond. Ze doet ook wel iets met haar beentjes. Maar zeg maar, eigenlijk is de kracht wel... Je hoort ook net zo flats. Flats. Dus dat is haar manier van vooruitkomen. En ja, dat kan ze prima. Dus je merkt wel dat ze daarmee bezig is. En ik denk dat het ook... lastig is omdat ze niemand zeg maar het ziet doen, want in haar groepje zijn de kinderen die zijn of al aan stapjes aan het zetten, of zijn gewoon al veel ouder, of het zijn of ze zijn zeg maar haar leeftijd of jonger, dus die gaan allemaal nog niet, die zijn niet aan het kruipen, dus ze heeft ook niet echt een voorbeeld. Dus nu ik dat zo zeg, denk ik ook, oh ja, dan moet ik weer eens even gaan voordoen dat ze weer ziet hoe dat werkt. Niels vindt het heel leuk om haar dingen te leren. En ja, die wordt af en toe iets wat enthousiast. Dus die wil haar dan optillen en zo. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar hij is wel echt... Nou, ik zeg het volgens mij in elke video. Maar hij is echt een super lief poortje. En hij doet... Het is heel grappig. Als hij zelf iets laat vallen... Wij zeggen al, hij mag dan aan tafel mag hij met Lego spelen. Maar als hij laat vallen, moet hij het oprapen. Hè? Want Elin en Mittens mogen dat niet hebben. Maar dan is dat... mama, wil jij het oprapen? Dan zeg ik, nee, je hebt het zelf laten vallen. Moet je het zelf oprapen. Als Elin iets laat vallen, die aan de andere kant van de tafel zit. Hij staat meteen op, gaat er speentje pakken, geeft het aan hem terug. Of het speelgoedje, of super lief. Laatst zaten we in het park. En ik had zeg maar haar broodje in een bakje had ik ernaast staan. Maar ze wilde het eerder niet. Dus ik dacht, nou, ik laat het gewoon even. Dan komt het straks weer. En toen was ze dat doosje aan het pakken, gewoon meer uit interesse om ermee te spelen. Maar toen dacht ik, oh, ze wil brood. Dus toen ging hij er broodjes geven. Weet je, dat soort dingen. Het is echt mega cute. Ja, ze moeten heel erg om elkaar lachen. Ze hebben een spelletje aan tafel. Hij tikt dan op de tafel en dan doet zij dat ook. En zo gaat het dan net door. Nou, gieren met z'n tweeën. Ze hebben echt heel veel lol samen. Ze zeggen ook als ze overstuur is of zo, dan vrolijkt hij er eigenlijk altijd op. Dus het is heel leuk om te zien. En we gaan binnenkort op vakantie met mijn ouders een weekje naar een landbouwpark. En daar heb ik heel veel zin in. Ook omdat vorige keer had mijn schoonzus, heet dat zo? De vriendin van mijn broertje, heet dat schoonzus, ja toch? Ja, mijn schoonzus. Die had een kortslip en Elin was toen nog heel jong. Dus zij moest uit haar buurt blijven. Dan is dat natuurlijk altijd lastig. En nu kan iedereen gewoon lekker, hoop niet dat ze dan een kortslip heeft. Gewoon lekker met Elin en met Niels spelen. En dat was vorige keer dus gewoon wel een beetje lastig. En nu hoop ik niet. Heel leuk. En dan gaan we ook een fiets huren. Dat we gewoon lekker met die kids kunnen fietsen. En ja, nee, echt ontzettend veel zin in. En ja, ik denk dat Elin... Weet je, merk altijd als kinderen in een vakantie... Dan maken ze echt enorme sprongen. En ik denk ook dat Elin dat gaat hebben. Want je ziet dat ze bij heel veel dingen is ze er bijna. Ik denk dat ze echt weer sprongjes gaat maken. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, voor nu doet ze het gewoon hartstikke goed. En ja, is het gewoon echt een heel... lief, vrolijk, grappig meisje. Het is ook
Weet je, als ik bijvoorbeeld naar haar net een dagfluit breng, dan beginnen die, dan heb ik haar zomaar vast. Dan beginnen haar beentjes al zo van, yes, yes. En dan zit zij die kindjes te kijken en dan leg je het op de grond en dan gaat ze meteen. Ze is echt heel enthousiast. Ze vindt het super gezellig om bij mensen te zijn. Dat maakt ook dat zodra ze naar bed moet, ze begint te krijsen. Want dat wil ze gewoon niet. En dat is precies zoals ik ook was als kind. Waar mijn broertje gewoon zo vroeg om naar bed te gaan, zeg maar, op latere leeftijd. Maar ook als baby wilde hij veel slapen. Ben ik altijd geweest van, hey, gezellig bij de mensen en niet veel slaap nodig heb. We hebben nu wel een heel fijn schema met haar. Dus dat zal ik ook nog even kort delen zo meteen. Maar ja, als ze naar bed moet, dan is ze gewoon niet blij. Wat ze nu in bed heeft, is ze heeft één speler in haar mond en een ander just in case in haar hand. Want dat vindt ze fijn. Dus ze heeft nu, de knuffel ligt nu een beetje links. Maar de extra speen zit in haar hand. En als ze die in haar hand heeft, is het oké. En dan gaat ze slapen. En eigenlijk gaat dat prima. Maar het is meer, zeg maar, als je op de gang naar de gang loopt, dan denk je zo, oh nee, die heb ik dus zo geen zin in. Ook al is het gewoon bij spreken voor verschonen, dan denk je zo, oh nee, we gaan toch niet naar bed, jongens. Daar heb ik toch helemaal niet de behoefte aan. Maar goed, haar schema. We waren een tijdje aan het worstelen met haar schema. Maar we hebben nu een schema wat voor nu in ieder geval heel goed werkt. Niels is ook van zijn middagslaapje af. Dus dat geeft ons sowieso wat meer lucht. Wat we nu doen is, zij wordt meestal rond 7:30, 8:00 wakker. Dus iets eerder dan wat ze voorheen deed. 7:30, 8:00 wakker. En dan krijgt ze rond 8:00, 7:45 de fles. Dan gaat ze gewoon even eten laten zakken, dat soort dingen. En dan gaan we even naar buiten. Of met kind afblijven, maar even op een normale dag thuis. Dan gaan we naar buiten met de bubs. En dan rond 9:30, 9:45 is het tijd voor de fruithapje. En dan gaat ze daarna even slapen. Meestal van 10 tot 12 ongeveer, maar het is een vrij lange slaap. Dan gaan we lunchen. En dan gaan we weer naar buiten, als het weer het toelaat. En dan om rond 2:30 krijgt ze de fles. 2:00 gaat ze slapen. En dat is dan tot 3 à 4 uur. En dan gaat ze om 7:00 weer. En dat gat, dus, als ze maar tot 3:00 slaapt. Meestal lukt het wel tot 4:00, maar als ze tot 3:00 slaapt, dan is dat een beetje twijfelgevalletje. Dan hebben we soms nog een kort slaapje aan het eind van de dag. Maar meestal wil ze dat niet. Dus dan heb je een beetje licht hysterisch kind en dan gaat ze iets eerder naar bed. Maar meestal gaat ze dus rond 7:00 naar bed met de fles. En dat is dan normaal gesproken 180. Dus ik krijg 3 keer een fles van 180. Maar tegenwoordig, zeg maar nu net nadat ze, want toen ze ziek was, was dat dus allemaal niet. Maar nu heeft ze dus ineens heel erg behoefte. Dus nu had ze, gisteren had ze 2:10 om 7:00 gehad. En toen wilde ze, hoe laat was het? Ergens om 12:00 vannacht of zo. Wilde ze ineens nog meer drinken. Dus heeft ze nog 90 gedronken. Dus ze is nu eventjes aan het bijbunkeren. Maar normaal gesproken is dat haar ritme eigenlijk. En dat bevalt ons heel goed. Het is een heel ander ritme dan we normaal gewend zijn. Dat we normaal juist tussen zeg maar 1 en 3 altijd thuis waren. En nu ga je juist eigenlijk op een andere manier. Maar goed, dat werkt voor ons nu prima. Dus ja, dat is denk ik een beetje de update van hoe het met onze kleine frummel gaat. En ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe update. Ik zal ze proberen weer wat vaker op te nemen. En natuurlijk zie je in de vlogs regelmatig haar ontwikkeling. Dus hou die ook vooral in de gaten. Die komen elke zondag online. En mocht je het leuk vinden, zou ik het geweldig vinden als je een duimpje omhoog doet. En je abonneert op mijn kanaal door op mijn gezicht te klikken. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Oh, en vergeet niet vooral jouw ontwikkelingen te delen van jouw kindje. Want ik vind het zo leuk om te zien dat er best wel een aantal mama's zijn met kindjes in dezelfde leeftijd. En die een beetje eenzelfde ontwikkeling doormaken. Dus deel ze vooral. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Doeg.